pensioen. Niet het meest favoriete onderwerp als je zo aan de bar zit. Maar er gaat wel een hoop veranderen. En aan de hand van deze bierpul ga ik je uitleggen wat dat voor jou betekent. Het gaat om heel veel geld, want van elke 50 euro die je verdient, gaat er ruim een tientje naar je pensioen. En bij elkaar sparen we zo al een pot van 1500 miljard euro bij elkaar. Momenteel is het zo geregeld. Iedere werkende legt maandelijks in en iedere gepensioneerde haalt er maandelijks wat uit. Maar door de vergrijzing en omdat we allemaal veel ouder worden, zijn er nu veel meer gepensioneerden tegenover minder werkenden. Ofwel, steeds meer mensen schenken bier uit de kan en minder mensen tappen erbij. Dat moest anders. En daarom komt er straks in het nieuwe pensioenstelsel niet meer één grote spaarpot, maar krijgt iedereen zijn eigen persoonlijke spaarpotje. Ofwel, niet één grote bierkan, maar ieder zijn eigen bierglas. En wat je zelf toevoegt, dat blijft ook echt van jezelf. Dat is wel zo overzichtelijk. En er wordt ook nog een extra bierpul gevuld. Van de huidige pensioenpot wordt 10% opzij gezet. Dat doen we voor de zekerheid. Want in het nieuwe pensioenstelsel is het zo dat als het goed gaat met de aandelenkoersen, dat je er meteen een extra slok bij krijgt. Maar andersom geldt dat ook. Is er een grote schok op de financiële markten, dan kan er zomaar eens een flinke slok uit je glas morsen. En wat ik daarmee dus wil zeggen, de pensioenen kunnen voortaan sneller omhoog gaan, maar ook sneller omlaag gaan. Nu kan het natuurlijk zijn dat er precies in het jaar dat jij met pensioen gaat, er een gigantische financiële crisis is met omvallende banken en dat soort ellende. En dat je met een slecht gevuld spaarpotje zit. En dan komt die bierpul van pas die we in het begin gevuld hebben. Dat is namelijk het solidariteitsfonds waarmee glazen in noodgevallen bijgevuld kunnen worden. Ook nieuw, als je met pensioen gaat mag je meteen een grote slok nemen. Proost man, geniet ervan. Want je mag in één keer 10% van je pensioenpot opnemen voor leuke dingen zoals een wereldreis. Het nieuwe stelsel pakt niet voor alle generaties even goed uit, want... Voor mensen die al met pensioen zijn, of mensen die nog een heel werkend leven voor zich hebben, ja, daar komt het wel goed voor. Maar voor mensen tussen de 35 en 50, zoals ik dus, ja, daar is er nog wel een kater weg te werken. Want ik krijg veel minder ingeschonken dan ik in mijn werkende leven heb bijgedragen. Ik en mijn leeftijdsgenoten hebben namelijk in het vorige pensioenstelsel maandelijks extra ingelegd om het pensioen van de oudere generatie te betalen. Dat was geen probleem, omdat als ik oud zou zijn, de volgende generatie weer extra zou inleggen voor mijn pensioen. Maar dat gebeurt nu niet meer, want de jonge generatie gaat voor zichzelf sparen met zijn eigen spaarpotje. En daardoor komt mijn leeftijdsgroep nu tekort. En dat is een gat van 60 miljard euro. Dus kom op jongens, beetje solidair. Ja. Beetje erbij, jij ook, Jaap? Oké, proost jongens. Proost jongens. Happy pension.